Welkom bij Chipcast. Leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering. Chipcast is een wekelijkse podcast over onderwijs. Alles over didactiek, pedagogiek, leren, samenwerken, innoveren, onderzoek doen. Onderwijskundig leiderschap en soms uitstapje naar de filosofie. En deze aflevering maak ik samen met Klassenwerkplek. En dit jaar brengen we scholen in kaart die erin slagen werk te maken van werkgeluk in het onderwijs. En dus ook het predicaat klassenwerkplek dragen. Je hebt misschien wel eens het bordje gezien hier in de studio. We leggen de relatie met kwaliteit, met samenwerken, met hoge verwachtingen naar leerlingen. Nou, kijk voor meer informatie zeker eens op www.klassenwerkplek.nl En vandaag te gast in de studio zijn Wouter van der Wind, directeur van SBO Laurens Cupertino. Een school voor speciaal basisonderwijs in Rotterdam-Zuid. Dag Wouter. Goedemiddag. Leuk dat je er bent. Fijn en, dat ik mocht komen. Ja, kijk er erg naar uit. Naast jou je collega Milou. Milou Aertsen, leerkracht in groep 8. Klopt, ja. Nou, het is eind juni, het is behoorlijk heet buiten. We hebben een beetje airco hier, maar het is wel wel wat warm. Hè? <laughs> We gaan het hebben over een um, toch wel hele leuke en uh, belangrijke vraag: hoe realiseer je passend en pakkend onderwijs voor ieder kind? Um, want dat is ook de slogan, hè? Ja. We van jullie school. Ja, onder onze mooie nieuwe huisstijl staat passend en pakkend onderwijs. Ja. ja. En wat, wat betekent pakkend voor jou? Uh, nou ja, dat het um, niet alleen Kinderen enthousiast maakt en ouders, maar ook collega's. He, dat we Kijk. Een, 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 ja, iets doen waar we allemaal in geloven. Ja. ja. Dat het betekenisvol is. Ja. ja. Leuk. leuk. En, um, en misschien een milieu iets... Uh, je zijn dus klassenwerkplek geworden. Klopt. Ja. Uh, hoe uh, was dat? Had je dat gedacht? Ja, ik had dat wel ja. gedacht. Ja, <laughs> eigenlijk wel. <laughs> ja. ja, als je met heel veel plezier naar je werk toe gaat, dan is het denk ik geen verrassing dat er zoiets uitkomt. Ja. Um, en gelukkig denkt de rest van het team het daar dus ook zo over. Kijk. En uh, ja, dat had ik wel verwacht. Ja, ja. Ja. En wat maakt nou dat je met plezier naar je werk gaat? Kan je er iets over zeggen waar zit dat dan in? Want dat is natuurlijk iets ongrijpbaars, dat werk. Ja, nou, ik, dat zit in verschillende factoren. Want we hebben natuurlijk in het onderwijs het team waarmee je werkt um, en het werk wat je doet, vind ja. ik eigenlijk. Hè? Wij zien elkaar s'morgens. En vervolgens ga je eigenlijk allemaal je eigen eiland op. Uh, en daar ga je. Um, um, je eigen ding doen, wat wel met elkaar in verbinding staat met de rest. En dan in de pauze zie je elkaar weer na schooltijd. Ja. En dat moet eigenlijk op al die momenten, moet je werk um, leuk zijn? Ja. Of moet je het met plezier ja. doen? Um, en zowel s'morgens met elkaar is het erg leuk. Uh, met de kinderen is het onwijs leuk. En smiddags na, um, na schooltijd met elkaar, en of dat dan formeel of informeel is, is het ook leuk. En als je dan... Um, binnen bepaalde kaders de vrijheid krijgt om dingen op je eigen manier te doen, ja dat maakt het voor mij een hele fijne werkplek. Kijk, ja. binnen binnen kaders de dingen doen die je belangrijk vindt, goed werk leveren, ja. samenwerken, ja. Is een belangrijke waarden. Zeker. En um, Wouter, zou jij nou zou jij de school kunnen proberen te introduceren? Wat wat voor wat voor school is het? Waar staat hij? Ja, oh, dat zou ik echt een hele podcast maar mee mag, kunnen doen. je hebt, kunnen, he? hebt de tijd. <laughs> <laughs> uh, wij zijn, uh, wij en ik, ben samen daar uh, gestart als een nieuwe directie. Ja. Samen met Anouk van Gent. En we zijn vier jaar geleden daar gestart. Um, toen was uh, de inspectie net geweest. Het was niet in orde. Hm. En heel veel dingen waren niet in orde. En we waren qua leerling groter. Qua aantallen waren we de helft van wat we nu zijn. We hadden net zoveel teamleden. Uh, en iedereen uh, kwam met alle goede bedoelingen, da werd daar of uh, geplaatst of kwam daar werken, want uh, er moest wat gebeuren. Mm. Mm. Uh, Wij zijn vier jaar geleden eigenlijk heel, uh, ja, heel praktisch gestart van, oké okay, jongens, uh, we, we hebben een klus, want de inspecteur komt over een jaar weer uh, om de hoek. Het was ook nog coronatijd, dus we waren ook nog wel beperkt in wat er allemaal mogelijk was, maar wat kunnen we nou... Binnen die beperking, welk kader kunnen we stellen en hoe gaan we dan de, de inhoud vormgeven? Nou, daar hebben we uh, het inspectiekader gewoon als leidraad voor gebruikt en gewoon onze eigen invulling gegeven. Mm -hmm. En heel praktisch, puntgewijs gekeken. Oké, okay, eerst analyseren, wat is onze nulmeting en waar gaan we dan naartoe? En uh, heel erg samen met het team, eerst is gestart van, joh jongens, hoe zien wij nou eigenlijk dan het SPO? Ja. In Rotterdam Zuid. Hè? Ja. Het is voor mij gek te zeggen in, want wij zeggen in Rotterdam altijd op Zuid. Zeker, ja. <laughs> uh, wat, wat, wat vinden wij nou uh, wat wij moeten uh, faciliteren voor deze kinderen? Ja. Wat, wat is nu eigenlijk onze populatie? Ja. Hoe gaan we die omschrijven? En wat kwam er dan uit? Wat, wat zeiden de collega's dan? Nou, uh, dat, dat was best verschillend. Dus daar hebben we, daar, dat was onze eerste teamvergadering. Die hadden we in de inwerkvergadering toen. Uh, uh, dat, dat moment hadden we gerealiseerd. Uh, en uh, daar hebben we iemand. Uh, uh, Bijgroepen die ons zijn uh, in heeft geholpen om dat vorm te geven. Hm. Want we moesten uh, ja, samen één gedachte hebben, een ja. visie. Ja. En vervolgens hebben we daar een missie aangemaakt gemaakt uh, van joh, zo gaan we het uitvoeren op deze manier. Um, we hebben een, 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 een doelgroep die uh, niet uh, kon blijven functioneren in het, uh, in het regulier, uh, met uh, gevolg dat of een uh, ontwikkeling uh, cognitieve, uh, cognitieve ontwikkeling niet optimaal verliep. Uh, er zit vaak frustratie bij kinderen waardoor een gedrag uh, ineens zichtbaar wordt waar ouders helemaal hun kinderen niet meer door herkennen. Uh, dus ja, als en, en dan moet je ook nog als kind van school, ja. want je moet van ja. je huidige school ja. jo, uh, best best heftig. Ja. Als dat niet op een goede manier gebeurt, laat ik dat voorop zeggen, want ik ben absoluut uh, niet een tegenstander van het SBO. Uh, hoe wij het vormgeven. Um, omdat we daar ook een hele mooie, prettige omgeving van hebben gemaakt. Dus mensen komen binnen en denken, zeggen gelijk: Oh wauw, het is hier echt. Wat voelt het fijn? Wat ja. is het mooi? En daar hebben we bewust uh, ja, bewuste keuzes in gemaakt. Om het, we hebben de natuur heel erg in huis gehaald. Dus veel natuurlijke elementen. Het straalt rust uit. Dus dat doet al heel veel met ouders, maar ook met kinderen. Ja, ja. Nou, en ouders die durven nu ook aan te geven. Hè? Als je dan groep 8 rijdt, heb je de schoolverlaters. Dat ze eigenlijk dankbaar zijn dat kinderen. De laatste jaren les hebben krijg mogen krijgen bij ons op school. Ja. Terwijl het accepteren dat je kind naar het SBO moet voor sommige ouders nog iets heel lastigs is. Omdat dus dan het SBO eigenlijk ook gewoon verkeerd neergezet ja. wordt. En dan aan het einde zeggen ze van. ja, misschien had ik eigenlijk wel liever gewild dat hij al veel eerder hier naartoe gegaan was. Want hier kwam die weer tot ontwikkeling. Ja. Ja. Ja, en dat is wat je natuurlijk met, met elkaar wil doen. Oh, en ik zie... Ik uh, werkte hiervoor ook op een school uh, in Rotterdam-Zuid. En uh, uh, ouders uh, en kinderen die van die locatie dus naar het SBO gingen... die kwam ik nu weer op de, Lau de Laudes Cupertino ja. tegen. Ja. En uh, ik zag wel wat dat deed met de kinderen. Ja. Want die zag ik toch wel vaak... Ja, jeetje, moet ik weer naar die groep drie waar ik weer die letters moet gaan oefenen die ik niet ken? En weer iets voor moet lezen wat ik niet kan? En nou ja, die... Echt heb... niet lekker mee kunnen komen. Nee. Geen nee. succeservaringen boeken. Nee. Dus, en dan maar... ben je het plezier gauw kwijt. Dus. Ja, dat wordt ja. dan natuurlijk moeilijk. Ja. En, dan, en, en, dan gedrag, en dan ga je ook gedrag zien. Tuurlijk, is dat ja. logisch. Als ja, ja, ja. Ja, dus je, ook je elke keer maar teleurstelling op teleurstelling moet verwerken als, als kind. Ja. En uh, ja, die, heb ik nu, die zie ik nu als hele blije kinderen. Ja. En in ieder geval weer kind zijn. Maar je zei net even tussendoor, voor mij zeiden jullie dat allebei: want het staat ook wel in, in een slecht daglicht, het SBO. Ja, nou, ik wat je iets je over zeggen? Ja, ik, wat, wat heel um, pakkend hierin is, 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 is: een moeder die zit nu in de MR bij ons. En die zei echt op het moment dat haar kind de uh, TOV-SBO kreeg, nou lekker. Die gaat echt naar het afvoerputje van Rotterdam, want die gaat dan naar de SBO Lauwens-Cupertino. En diezelfde moeder zei afgelopen MR-vergadering, nou ik ben zo blij dat mijn kind hier zit. Het is echt de parel van Zuid. Wow. Nou, toen dacht ik ja, dat, dat is wel echt wat wij met elkaar en niet alleen uh, ik als uh, directeur of Anouk, hè, met, wij samen als directie, maar met het, met het hele team hebben wij dit in vier jaar hebben we dit uh, omgedraaid. Ja. Zo. en daarin hebben kinderen hebben zich optimaal uh, kunnen uh, laten zien uh, en een hele grote groep ouders uh, zijn daar ook bij betrokken geweest ja dus dat is echt uh... dus je hebt ook echt jullie zetten er ook echt in op de betrokkenheid van ouders ja, ja is, dat heel belangrijk. Heel belangrijk. is dat heel ja. belangrijk ja de samenwerking met de ouders want je doet uiteindelijk voed je toch soort van samen hun kind op ja, ja. Het kind wordt uh, aan jou toevertrouwd uh, een flink aantal uur in de week ja en um, ja, samen met de ouder begeleid je dat kind uh, de hele basisschoolperiode. Ja. En uh, die samenwerking die moet wel echt heel goed zijn. Ja. Uh, en dat is investeren. Maar dat is, ook dat is heel leuk. Ja, en vooral als wat ik zo jammer vind is. Uh, ik heb hiervoor dan ook in het regulier gewerkt. Mm -hmm. En de kinderen die naar de SBO gingen, die waren uh, volgens de omgeving hè, of vervelend of dom. Nou ja. Dat is natuurlijk, en dat kinderen voelen dat, hè? Die, want die zijn niet dom, die hebben dat donders goed door. En um, dat ouders dan ook echt zeggen van ja, juf ik wil vragen um, of u dan niet de hele dag op hem wil letten, want er werd altijd alleen maar op hem gelet. En alle leerkrachten die, die letten alleen maar op hem en ja, daardoor deed hij het altijd. Ja, ja, ja. Ja, en dat is, is een soort benauwend gevoel wat ja, ouders dan hebben. Ja. En ja, dat, dat is natuurlijk eigenlijk gewoon erg dat dat dus gebeurt. En uh, ja, ze dan uiteindelijk weggaan met het gevoel van: Oh, hier kan mijn kind ja. weer ademhalen. Wow, ruimte. Ja. Maar ja. Hoe, ga, hoe, ga, hoe ga je dat gesprek aan met ouders dan? Want de ouders komen dus, kan, kan dus echt gebeuren dat ze regelmatig ook wel ja, verhoogd gevoel van stress hebben, zich zorgen maken. Ja hoor. Denken van ja. dit wordt niks. En, en dan komen ze, zitten bij jullie aan de, aan de vergadertafel. Nou, ja. En in Rotterdam hè, maken we van ons uh, uh, Hart geen Moordkuil. We nee, uh, nee. We staan gelijk op de stoep. Ja. Um, ja. En uh, vrij direct. En uh, soms is dat even slikken wat je dan allemaal uh, te horen krijgt. En aan de andere kant is het nooit een dubbele agenda. Dus dat is ook wel gelijk, poef, dit is het. Um, dat vind ik ongelooflijk de charme van Tja. Zuid. Tja. Um, uh, maar wat ik zeg, het is niet altijd uh, uh, even gemakkelijk of leuk. Um, maar ja, weet je, als, als het allemaal heel helder is wat je met elkaar hebt afgesproken. En je uh, zorgt heel erg dat je investeert in de relatie um, die je met elkaar hebt. Want je bent partner. Je bent educatief partner samen. Educatief partner. Ja, ja, ja zo zien we ja. zie het ook echt. Ja, ja. ik denk dat dat ook belangrijk is om naar ouders te benoemen. Wij hebben in het begin van het schooljaar kennismakingsgesprekken. En dat zijn gesprekken die eigenlijk um, geleid worden door de ouders. Ja. Want die moeten gaan vertellen um, wie wij in de klas krijgen. Um, en daarin geven we ook aan dat dat ouders heel belangrijk zijn. En als je ziet dat het hoeft eigenlijk maar een korte periode te zijn dat een kind dan weer met plezier naar school gaat, dan zijn ouders ook heel snel daar dus gewoon weer dankbaar voor. Ja, bijzonder. Ja. Bijzonder. En uh, nou, klassenwerkplek was dus was dus al wel verwacht, zei je? Hè? Uh, ja, ik had het wel uh, verwacht. Wel van. Maar jullie, als even teruggaan naar die vier, vijf jaar geleden, toen stond het er dus minder roodkleurig ja. voor. Ja. Uh, hoe begin je nou eigenlijk? Ja, je bent met die missie begonnen, met die visie. Dus je gaat ja. met elkaar nadenken wat je, wat je nou eigenlijk wil. Ja. Uh, 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 hoe zit het met het curriculum in het SBO? Ga je dan meteen naar het curriculum kijken en, en, hoe, hoe, en, en wat pak je daar dan als eerste aan? Nou ja, wat, wat interessant is, is dat uh, uh, iedereen werkte hartstikke hard. Hè? Daar lag het echt niet aan. Nee. Alleen iedereen werkte op een andere manier. Dus je moet met elkaar afspraken maken. Uh, we, uh, het kan niet zo zijn dat je in groep drie op die manier uh, rekenen krijgt. En dat uh, in groep vier iemand een totaal andere manier of werkboek of wat dan ook gebruikt. Dus wij hebben uh, lijnen uitgezet per vakgebied uh, uh, in een ambitie. Uh, en ja, en zo een norm. Een aanbod en een ambitielijn neergezet. En dat is gewoon essentieel. Ja. Want dan weet je met elkaar. Je, uh, he, hoe lever ik per leerjaar een kind af? He, dat, uh, zorg ook dat die overgang soepel verloopt. Zorg dat je goed dat overlegt met ouders. He, ja. Dat die goed weten waar. Ja, met een OPP, hè. dat is een soort van bijna lelijk woord. Maar het is eigenlijk een geweldig document waarin belemmerende en stimulerende factoren omschreven worden voor de groei van je kind. Ja, ja ik pleit ervoor dat we rapporten met cijfers alsjeblieft morgen in de prullenbak gooien en ga eens allemaal groeimonitoren. 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 Ja. In plaats van dat we leerlingen beoordelen op eigenlijk iets wat ze niet kunnen. Want hè, dit kunnen we niet, dat kan beter, dat ja. hè. Ja. Je zegt daar heb je weinig aan, want je zoekt dus wel naar een soort norm eigenlijk met elkaar. Zeker, je moet een norm hebben, bepalen. We hebben een norm bepaald. En in het SBO uh, is dat nog steeds een beetje lastig. Want die norm is, daar zijn veel SBO's nog zoekende in. Um, maar je kan daar heel makkelijk een bepaalde norm voor neerzetten. Mm. En um, een jaar daarna hadden we de inspecteur en die vond de norm toen eigenlijk te hoog. Maar wij zijn heel erg de uitdaging met hem aangegaan van nou, uh, wij willen de lat realistisch hoog leggen ja. voor onze kinderen. Want nu zullen misschien mensen denken, ja, maar in het SBO, hè, dan hè, moet je die kinderen daar dan in frustreren. En nou ja, ik denk dat je soms inderdaad een beetje frustratie moet krijgen, wil je beter worden, wil je een betere versie van jezelf creëren. En juist deze kinderen verdienen dat. Ja. Die verdienen de allerbeste versie van zichzelf. En dan moet het soms, hè, zonder wrijving, geen glans. Dus je moet, eh, moet daar soms een beetje. Uh, je best voor. Ja, er mag een beetje spanning zitten op zo'n norm. En kunnen jullie een voorbeeld geven van iets wat jullie dan hebben neergelegd in de school? Waar je zegt, nou daar willen we wel graag deze leerlingen naartoe brengen. Nou, de eerste, de eerste vergadering van, joh, we gaan en we moeten dit niveau halen met lezen. Ja, nou dat deed wel wat met En we idee. zitten nu hier. Ja. Dan denk je wel, ja? oké. Okay. Maar ja. tegelijkertijd denk je ook, hoe kan het dat er kinderen van school afgaan... gaan. Um, die op het niveau van eindgroep 3 lezen. Ja. ja, ik vind dat heel bijzonder. Ja, je ja. Ik, ik, Maar ik, Zo. Um, ja, ik vind dat zelf soms ook lastig begrijpen dat je daar dan dus als leerkracht mee akkoord gaat, dat dat dus gebeurt. Ja. Ja. En dat het ja, nou ja, en dat gebeurde dus. Um, en toen zijn we op een gegeven moment, nou, dit wordt ons aanbod. En wij, um, ik werk bijvoorbeeld in groep 8 dan aan de lesstof van het leerjaar van groep 7. Mm -hmm. um, en wij willen dat kinderen. Um, Um, nou, we kijken dan naar de DLE's en naar de leerrendementen. En dan willen we dat kinderen of 2 of 3 procent per half jaar groeien of in uh, leerrendement. Of we willen dat ze uh, zoveel groeien. En dat staat vast. En op het moment dat je dan dus ziet dat kinderen die norm niet halen in hun ontwikkeling. Dan moet je je dus af gaan vragen wat er het afgelopen jaar uh, gemist is. Uh, heeft ja, waardoor ja. die ontwikkeling niet heeft ja, ja. plaatsgevonden. Ja. En wat je dan dus de komende periode moet gaan doen om ervoor te zorgen dat dat wel lukt. Ja. En dan moet je heel kritisch naar jezelf als leerkracht durven kijken. Ja. Want uh, nou ja, en dan heb ik ja wel een mooi voorbeeld van een leerling, die kreeg ik in groep 7 in de klas. En ik heb die groep twee jaar gehad, dus die heb ik meegenomen naar groep 8. En die kwam bij mij in de klas en ik had toen zo'n opdracht met wat moet ik echt over jou weten. Ik kan niet lezen en ik kan niet rekenen. Oh ja. Oké. Okay. Dus ik, nou, nee, je vindt dat dus allebei heel moeilijk. Nee, ik kan niet lezen en ik kan niet rekenen. Oké, okay. meisje had dyslexie, dus lezen werd haar inderdaad erg lastig gemaakt. En rekenen vind ik zelf dan toevallig ook heel leuk om te geven. Ik dacht, nou, daar, uh, dat zullen we nog wel ja, eens zien. Ja, ja. En eindgroep 8 ging zij weg en toen zei ze: Het was niet dat ik niet kon rekenen, maar het is mij gewoon nooit geleerd hoe ik het moest doen. Nee. Op. op. Een manier die zij begreep. ja, maar, maar en dan, misschien toch even inzoomen. Wat, 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 hoe geef jij dan les? Waar let je dan op als je zo'n leerling ziet? Uh, nou ja, ik ben er gewoon van overtuigd dat je eigenlijk bijna alles iemand kan leren. Ja. Maar dan moet je er wel in investeren. Ja. En uh, uh, kinderen die moeten dus ook. Um, snappen dat dat dus soms even pijn doet leren doet soms ja, even pijn is woorlijk, ja is niet, geen en gevoel. Uh, dan kan je dan kan je twee dingen doen ja, je kan opgeven nou dan komen we inderdaad niet verder nee. maar je kan ook je schouders eronder zetten ja. en dan leg ik het met liefde nog 300 keer aan je uit ja. um, en op een gegeven moment soms moet je ook en dat is ook wel het convergent werken oké okay, dit stukje lukt niet dat laten we even, ja. 9 van de 10 keer komt dat een blok of twee verder, komt dat echt wel weer terug. Laten we eens even een ander stukje van rekenen gaan doen. Oké. Okay. Nou, en dat lukt dan ineens bijvoorbeeld, wel. Bijvoorbeeld misschien zijn de tafels heel ingewikkeld. Of optellen en ja. aftrekken, maar misschien zijn oppervlakte. Nou. Of inhoud. Precies. Of, nou, ja, maar wat, eh, ja. op een kaart leren navigeren. Kan misschien kan makkelijker. Kan ik wel. Het en... zijn wel succeservaringen. Dus dat is dat convergent leren, Wouter. Is dat iets wat jullie... En ja, ja, je denk. blijft niet hangen nee. in iets wat niet nee, lukt. Steeds, nee precies, nee. dan ga je dan ga je dus keuzes maken. Ja, je, ja. Jij vertelde daar onderweg hier naartoe een mooi voorbeeld uh, van, van over een, een leerling ja. met rekenen. Dat was een leerling die had ik in groep 5. En um, die vond ook uh, rekenen. Nou, die vond eigenlijk alles op school heel lastig. En ja. is uiteindelijk ook uh, naar het VSO uh, gegaan. Um, er was met, met de tafels, ja, dat, dat kon je eindeloos proberen te stampen met hem, zoals wij dat vroeger op school ook deden, maar die gingen gewoon niet in zijn hoofd komen. Nee. Um, maar dan ga je op een gegeven moment kijken van oké, okay, misschien zijn er hulpmiddelen die we in kunnen zetten, bijvoorbeeld een tafelkaart. Ja. Want je mag dan op een gegeven moment dus gewoon een conclusie trekken, dit gaat niet geautomatiseerd worden. Um, en toen gingen we daarna naar het cijferend uh, erbij en eraf en het cijferend vermenigvuldigen. Ja. Nou, als een gek, want hij snapte wel dat je, hoe je dat dan moest doen. En dan pakte hij de tafelkaarten bij. En dan kon hij dus eigenlijk ineens sommen van een hoger niveau. Hè, want nou, 26 keer 312 rekende hij zo uit. Ja. En uh, ja, dan kan je er dus wel blijven hangen dat hij de tafels niet beheerst. Maar als hij dan op een gegeven moment dus wel de manier van het uitrekenen leert. Ja. En dat dus snapt. Dan zijn er dus kinderen die het uiteindelijk leuk vinden, ja, dat is natuurlijk heel belangrijk om te gaan rekenen. En ja. hij ook. En hij weet ook iets over zichzelf. Ja. Oh, blijkbaar is dat het herinneren van die tafels, dat ja. gaat mij minder makkelijk Nou, pak een tafelkaartje erbij. En zo was het ook en... met begrijpend lezen. Lezen deed hij op een niveau van groep drie. En met begrijpend lezen deed hij de lessen gewoon mee op niveau. Maar hij was degene die bijna elke keer zijn vinger opstak om het antwoord te. Of als hij het ja, dan ja. niet al door de klas had geroepen, heel enthousiast. Maar geef hem niet die tekst op papier, want ja, dan blokkeerde die ook. Ja. Maar verder eh, echt ingaan op wat er nou in zo'n tekst staat en wat er bedoeld wordt, dat vond ik hartstikke leuk en ging hem eigenlijk heel goed af. Ja, dus je legt een soort minimale basis neer hè, per vakgebied, per leerjaar, waarvan we zeggen, nou dat moet uh, in ieder geval 90% van onze populatie halen. Ja. En het is aan onze taak om die ambitie zo uh, hè, met het aanbod uh, te realiseren. Dan heb je per vakgebied nog wel drie arrangementen die ja. we dan aanbieden. Ja. Maar uh, dat verdienen ze. Ja, en en daar wijk je ook niet van af. Nee, en nog even, niet. want je, jij bent uh, de, de schoolleider, ja. kan ook best zijn dat misschien collega's in zo in het team toen dachten: wow, dit is, dit is te, je vraagt te veel. Nou ja, of die konden zich hier niet in vinden. Ik, of ik kan, ik, ik, dit ja. is gewoon te groot. Ja, klopt. Hoe probeer je, maar je wil toch die. Ja, je wilt in beweging blijven, voorwaarts. Nou ja, er, wa er was ook nou, geen keuze. Hè. We moesten wel. Het was, echt, het, het ja, was onvoldoende. Echt, ja, externe urgentie. Ja, ja, ja. En, ja, ja, ja. En, um, nou, uh, de afgelopen vier jaar hebben we best wel veel wisselingen gehad. Uh, hm. Dus dat betekent dat uh, meer dan twintig collega's uh, zijn, uh, zijn vertrokken. Ja, um, en um, eh, ook gekomen tussentijds en weer weggegaan. Hè, wat, dat ze toch gedachten oh, nou, dit is wat voor mij, maar dat is het toch niet. Um, ja, en wat geweldig is, dit jaar is, uh, is, is iedereen blij en blijft. Ja. Dus dit is voor het eerst dat we geen, uh, geen afscheid nee. gaan nemen van iemand op de laatste schooldag. En het lerarentekort, grijpt dat al in op jullie... Uh, op jullie nee, schoen? wij hebben geen lerarentekort. Nee, ja. wij hebben geen leraren. Onze formatie was voor de meivakantie rond. Ja. Ja. Dat is ongelooflijk, toch? Dat is, dat is ongelofelijk, toch? Dat, dus ik hoor dat ja. heel weinig. Ja, nee, dat snap ik. En dat is uh, een, een, een heel bijzonder iets. Ja. En daar doen we denk ik enorm ons best voor ja. door een, een heel mooi en eerlijk verhaal neer te zetten naar de buitenwereld. Transparant hè, het ook. Ja, hè, de mond tot mond reclame uh, onder ouders is heel fijn. Want ondertussen is onze school twee keer zo groot geworden. Um, in die vier, vijf jaar. In die vier, vijf jaar ja. werken we met um, iets minder collega's uh, dan vier jaar geleden. Uh, en bereiken we een veel hogere onderwijskwaliteit. De uitstroom is heel breed van TL, MAVO tot het VSO. Dus wij kunnen ook een veel in de breedte kunnen we veel kinderen bedienen. Ja, dat, dit was onze droom. Wow. Ja, en doordat we denk ik daar een heel duidelijk en eerlijk verhaal in delen met iedereen die dat wil horen ja. of mensen die enthousiast zijn. Mag ik een keer meekijken? Ja, we komen. Hij staat ook echt open. in Ja, gastvrij. En, en eerlijk is dus is, is dat normatief kader hebben ja. echt ergens naartoe willen. Maar wat is eerlijk nog meer? Wat betekent dat nog meer voor jullie? Nou, we van hebben een brand? paar maanden geleden, uh, wij zaten ook uh, vanaf het begin van school, je ja, best wel op een roze wolk Want uh, het gaat lekker, we hebben een leuke leerlingen, een leuk team. Nou ja, weet je, dat, dan ga je daar hartstikke in geloven. Ja. Dat geeft een ongelooflijk <laughs> ja. fijn gevoel. Ja, lekker. Ja. En uh, Milou zit altijd. Begin ik hier naast me? Ja, weet je, dan, dan gaat het ook allemaal vanzelf. En dat is ook weer gelijk het moment uh, dat je uh, soms een beetje scherpte mist. En dat, uh, nou, we kregen hem goed op onze oren, want we dachten eigenlijk, Milo zei net, ja, uiteindelijk ga je dan toch weer terug naar je klas en doe je daar lekker je ding. Maar als we dan net even dat moment missen of uh, minder vaak bij elkaar zitten en we echt de verdieping zoeken, ja, dan denk je dat je het soms hartstikke goed doet, maar in de lijn der ambitie. Zagen we dan toch dat we de ambitie niet gingen halen na een half jaar? Dat bespreken we altijd met het hele team. Leggen we alle resultaten op een rijtje. En dan gaan we de groei bekijken. Joh, hoeveel zijn kinderen gegroeid? En toen kwamen we tot de schokkende conclusie dat het hartstikke tegenviel. Ja. Dus dat was een moment, nou, doodse stilte. Nee, dat was niet fijn. Want we deden het toch allemaal zo goed met elkaar. Nou ja, en dan merk je weer de kracht van een fantastisch team. Waarin op een gegeven moment vanuit alle bouwen uh, het signaal kwam. Ja, maar weet je, we moeten meer gaan vergaderen. Dus hè, dan hebben we het serieus over het onderwijs. En een krachtig, kwalitatief, goed team. Die zeiden, wij moeten inhouden, niet langer, maar we moeten vaker die momenten opzoeken met elkaar. Dat we die verdieping zoeken. Dus we moeten meer vergaderen. We vergaderen te weinig, Wouter. Dus hè, aan jou de taak om dat te faciliteren. Hoor je niet vaak, denk ik. Ik heb meer vergaderen, gehoord. toch? Meer vergaderen. Dus wij hebben meer momenten gecreëerd waarin we die. Uh, uh, we hadden afgesproken over twee weken komen we weer terug ja en in die twee weken gaan we met elkaar kijken welke plannen gaan we dan nu maken ja, ja en die twee weken heb ik zitten smullen ik ja. liep door de dan school zo trots dan. ja daar gaat ja. de gas op dan zie ik ineens analyses voorbij komen want we kunnen het allemaal hartstikke goed ja maar dat datagedreven werk is ook belangrijk voor jullie heb ik echt ja. druk dat is dat dat is wel belangrijk ja? Ja. Ja, ja ja dus echt naar opbrengsten kijken die met elkaar analyseren ja. Chocola van maken en en, en naar je eigen handelen gaan kijken. Nou ja, dat is het, dat dat is het is belangrijkste. Milou zei al, dat vergt dus wat van jezelf als leerkracht. Hè? Kijk naar jezelf. Ja. Wat moet ik dan anders doen om te zorgen dat ik die kinderen ja. ga bedienen? Ja, dus, dus niet we de, de, de schuld geven van jij ja, populatie, <laughs> of het is nee, uh, en het was, dat, was Sinterklaas. Of, uh... Nou, dus alle externe factoren. Hè? Het stormt buiten vind ik ook altijd zo mooi. Ja, en dan denk wel ik. Wel. ja... <laughs> Stormen. Het stormt buiten, dus zijn de kinderen ineens drukker. Dat is wel spreekwoord. Het uh, gaat ja. Stormen, ja. ja, of op donderdag. Ja, maar oh, ja? ja donderdag is gewoon tegen uh, het einde van de week. Dus je ligt er allemaal gewoon een beetje af. Dat dat ligt, ja, vrijdag ga je al met één been in het weekend. Ja, 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 ja. maar uh, nee, dat, uh, we kijken wel veel naar data. En um, ik denk dat dat ook wel iets is wat uh, als je bij ons in het team werkt, dat, dat, dat je moet liggen. En dat je dat. Um, ook wel moet durven. En dus dat kritisch naar jezelf kijken, dat um, kan best wel spannend zijn voor leerkrachten. Ja, ja, ja. Ja, ja. En als je ook ziet bij ons in het team dat leerkrachten dan soms komen van een situatie waarin je dus dan echt aangesproken werd op, op een negatieve manier, als in je doet je werk niet goed. En wij noemen het dan vergaderen, maar nee, wij gaan eigenlijk gewoon met elkaar zitten. Oké, okay, dit is het feit. Ja. Het is dus niet wat we hadden gehoopt, als we hadden gewild, welk doel we hadden gesteld. Probeer eens kritisch naar jezelf te kijken. Maar vooral, hoe gaan we nu weer met z'n allen de neus dezelfde ja. kant op? En hoe gaan we wisselen weer... en kijken wat ja, we, we nu doen? Ja, en dan is jezelf kritisch op durven stellen. En ook bij elkaar kijken. We doen consultaties, videoconsultaties. Dus dat je ook echt naar jezelf kijkt. Uh, oh ja? Dat is best confronterend ja, dat soms. Ook wel gedaan, dat wel, uh... Ja, want dan denk je echt: oh, sta ik echt de hele dag uh, zo, zo onaardig voor de klas? Of zo, dan, uh, Kijk, ik zo boos? Kijk ik de hele is dag zo boos? Of, uh, of dat je dus kinderen onderuit gezakt ziet liggen, die uiteindelijk heel goed meedoen. Dat zijn de grappige dingen oh ja. weer. Oh ja. Ja. Maar wat leuk, ze dus hebben allerlei interventies bedacht ja. om eigenlijk ja. heel. Heel specifiek naar elkaars werk te kijken. Zonder oordeel vanuit positieve ja. te denken Om elkaar verder te om, om met elkaar verder. verder te komen. En, ja. en Wouter noemt het dan net vergaderen. Maar ja, echt vergaderen, dan zie ik je aan een tafel zitten. Ja. En ja. Nee, dat uh, uh, daar krijg ik altijd een beetje nee. de krievels van. Maar nee. dat, dat, het is dus formeel samenkomen, ja. vind ik ja. eigenlijk. Ik vind het een beetje als een leerteamachtige constructie. Ja. Lesson ja. study-achtige. Nou als ja, ja. er ja. dingen zijn die we moeten delen, doen we dat via de mail. Ja. Uh, daar gaan we niet met elkaar allemaal nee, uh, gaan. Nee, 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 nee dat maar, doen we niet. Zou ik nog even een andere inkijkje mogen? wat betreft jullie school, want jullie uh, hebben bijvoorbeeld ook praktijkvakken. Ja, en, 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 en dat pakkend en passend onderwijs. Uh, kan je iets zeggen over wat is dan een praktijkvak uh, wat jullie aanbieden in de school? Misschien Wouter als, als uh, Wij uh, Anouk en ik hadden de droom dat we uh, hebben, we weten dat gewoon het, uh, het gros, meer dan 50 procent, nu 52 procent dit jaar volgens mij, gaat naar het praktijkonderwijs ja. van onze kinderen. En daar zijn we hartstikke trots op. Um, en dat ja, die praktijkscholen op zuid zijn fantastisch. Ja, wij willen die kinderen daar goed afleveren. Dus om daar al een beetje een voorloper in te zijn, dachten we: wij moeten die kinderen een soort van praktijklessen gaan aanbieden. Nou, wij zitten in Rotterdam Zuid in een vrij betonnen omgeving. Dus we, we hebben het thema natuur in school gehaald hè, als inrichting, maar ook eh, een deel van het schoolplein opgeofferd. En daar hebben we gewoon natuur gemaakt. In coronatijd hadden we op een gegeven moment toch niet alle kinderen meer. En wij waren op school. Nou, dan gaan die tegels eruit en we gaan schooltuin maken. Ja, ja, ja. Uh, dus we hebben natuurlessen waarin we ook beestjes gaan zoeken. Ja, dat is schitterend vooral vanaf groep 1 al. Um, we hebben kooklessen. Gezondheid staat daar centraal. Uh, smaken. Maar ook uh, he, dat een mooie, uh, mooi verhaal. Uh, de kookjuf kwam na drie weken. Dat we waren gestart met een groep zeven en die hadden allemaal aardappelschilmesje en die zeiden meester dit is levensgevaarlijk. Ik zeg, oh ja, ik zeg maar ja, jullie hebben toch messen nodig. Um, ja, maar grotere. <laughs> dus die wilde koksmessen, Ze zegt, want hier gaan ongelukken mee gebeuren. Hé hey jongens, ja, dat vonden ze allemaal. Kijk, ik heb hem al gesneden. Ja, ja, ja. Dus, uh, en ik dacht, oh jee, ik vond messen al heel spannend. En nu komen er ineens grotere <laughs> messen komen. Ja, nou ja, dat zijn geweldige dingen. Dus je ziet die kinderen daar uh, op een soort professionele manier een uitsnijden. Waar jij en ik uh, van uh, uh, verbazing achterover vallen. Ja, en dat zijn vaardigheden waar ze voor de rest van hun leven wat uh, aan ja. hebben. Dus Dan dingen hebben... ervaren, dingen maken, op onderzoek gaan, yeah. in de tuin. Yeah. Het leven ook naar binnen halen. Yeah. Naast dat curriculum, ja, En ook, leeromgeving bieden. Ja, eigenlijk. en ook talenten ontdekken. Hè? Want ja, soms, uh, als jij dus merkt dat rekenen je niet heel erg ligt, of lezen. Maar dat betekent natuurlijk niet dat jij niet geweldig kan boetseren of kan ja. schilderen. Ja. Ja. En ik had vorige week een meisje in de klas en uh, die was het helemaal zat met de rekenles. En die was daardoor uiteindelijk zo ook mij een beetje zat wel. En die komt bij uh, uh, Juf Shannon binnen, onze kunstjuf uh, eigenlijk. En uh, die pakt haar ezel en ze zijn met een project bezig. En die gaat zitten en die zit binnen drie tellen met een glimlach op haar gezicht. Ja. Daar aan haar werk te werken. En dan denk je, ja, het is soms ook gewoon even fijn dat ze even. Het is een afwisseling. Zeker. Ja. En dat is heel belangrijk, ja. denk ik, voor onze leerlingen. En we hebben, nou ja, koken, techniek. Vandaag gaan ze dan ook met techniek naar buiten. Want ze hebben bootjes gemaakt. En dan gaan ze die dus in de sloot testen. En die gingen op zonne-energie. En uh, ja, een meisje uit op de kost. Klas... Zonne-energie? Ja, ja, en een meisje uit de klas heeft ontdekt dat ze solderen en goud smeden heel leuk. En die heeft uiteindelijk thuis ook een plekje ingericht waar, waar ze zulke dingen kan. Die maakt Ja, en dan, nou ja, dat is natuurlijk schitterend. Van, ja, dat is fantastisch. Wat vind je nou van de, de, de aandacht die er dan is op wat rekenen, lezen en de, de kennis en de, de, de PISA-scores en de Pearls en Tim's? Er wordt heel veel gericht op dat, nou ja, EDI-instructie. Ja. Uh, ja, ik ga daar zelf op zich wel goed op ja. <laughs> nee, ja, nee, dat snap ik. Maar soms denk ik ook wel. Ik, we hadden het net over dat ik breuken dan echt verschrikkelijk vind. Maar me dus inderdaad ook echt wel eens afvraag waarom ik kinderen dat leer. Want nou ja, ik weet niet hoe vaak jij het nog doet nu in je vrije tijd. Maar mijn breuken... zoon heeft nu uh, de, 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 de toetsweek, dus ik zit er helemaal in. Oké, okay, maar verder breuken <laughs> bij elkaar optellen. Kijk, als nee. jij snapt hoe je ongeveer een taart in acht verdeelt. dan ja, denk ik dat, dat, dat jij een mooi. heel end bent ja, al, hè? Ja. Ja. Um, dus soms zou ik wel eens willen dat, dat, we, daar wat minder, dat we dat wat minder belangrijk vinden. Ja. Uh, en aan de andere kant kan ik het wel heel schokkend vinden als je dan ziet dat een groot deel van de kinderen met een laag leesniveau van school afgaat. Mm. Um, en dan vind ik de lezen misschien nog wel belangrijker. Ja. Uh, want ja, als ik iets uit moet rekenen nu pak ik ook mijn rekenmachine op mijn telefoon die je de hele dag in je hand hebt. Maar lezen, dat kom je wel overal tegen. Dus ja, ik spreek mezelf daar eigenlijk altijd gewoon een beetje in tegen. Ik vind ja, het ergens heel het is belangrijk. belangrijk. Ik vind het een goede basis. Maar vergeet alsjeblieft niet verder te kijken nee. Ook dan die cijfertjes. Want een kind is niet alleen maar een niveau, niveau en cijfertjes. Nee, nee. kijk ook naar nou ja, wat, jullie, wat, wat, wat jullie zo net zo schitterend schetsen. Al die activiteiten die in jullie school en rondom de school plaatsvinden. Die natuurlijk ook ruimte maken voor nieuwsgierigheid, voor exploratie. Want jullie gaan ook bijvoorbeeld zwemmen. Ja. Met leerlingen, dat, dat, dat hoor je toch ook heel weinig nog? Nee, dat is wel echt een uh, stimulans vanuit de gemeente. Ja. Um, he, vooral uh, één, één uur in de week, groep zes, gaan dan uh, naar het zwembad. Ja. Uh, vooral ook om watervrij te zijn. Kinderen vinden water toch eng. He. Als jij nog nooit uh, hebt gezwommen, dat gebeurt dus uh, op Zuid. En niet allemaal hoor, want er zijn ook gewoon kinderen die hebben al drie diploma's. Ja. Uh, dus dat, uh, maar weet je, in, in, in ieder geval uh, zijn ze minder angstig. En ze halen uh, hopelijk allemaal een A-diploma um, na een jaar. En dan hebben ze veertig uur gezwommen. Uh, en helaas haalt niet iedereen dat, maar ze, ze weten wel wat ze moeten doen... Ja. mocht er ooit een ongeluk gebeuren en ja. je valt in het water. Ja. Ja. En ja, dat is, uh, dat is nodig. En aan, aan de andere kant hè, is het ook wel... Um, je, wij geven dingen ook mee die niet iedereen altijd normaal van thuis meekrijgt. Um, omdat uh, we gewoon in een andere omgeving zitten dan. Hè. We zitten hier nu uh, in Zeist. Ja, we komen hier uh, binnenrijden. Het voor ons bijna een soort vakantiegevoel. Met het groen en ja. de natuur en de bossen. En dat is in Rotterdam-Zuid ziet dat er heel anders uit. Ja. De, de maatschappij is ook daar wel anders. Ja. De saamhorigheid is op een andere manier. Dus um, Er zijn echt wel verschillen. Ja. Ja. En wij proberen onze kinderen, denk ik, zo goed mogelijk voor te bereiden op de uitdagingen die zij straks. Uh, krijgen in het voortgezet onderwijs heel interessant heel interessant ja en dat ik, ik ja inderdaad zijs is lommerijk en uh, op zuid is prachtig maar heel anders ja, ja nog even nog wat, wat mij nog integreren in het begin wat jij zei wat over de inrichting van de school dat het rustig is en dat het uh, met met natuurlijke kleuren um, kan je ze meenemen als je door de school heen zou lopen waar, waar, hoe je, waar, waarom is dat belangrijk voor uh, voor specifiek jullie school uh, nou ja hoe onze school er eerst uitzag, als ik dan even daaraan denk, dan kom je zo'n lokaal binnen, wat, of een, een school binnen, wat er een beetje afgeleefd uh, uitziet. Ja. En dan is er vaak zo'n, uh, ik kan dat nooit uitspreken. Een ja, dat. Oh, ja. ja, een vloer, in een, een beetje grijzere of vale, blauwe kleur. Het, ja, het is nou niet dat je dan binnenkomt en denkt, zo, hé, hey, dit is een fijne plek om te zijn. En als je bij ons nu binnenkomt. Er ligt een houtkleurige vloer op de grond. Nou, dat, daar begonnen we mee. Ja. En dat doet zoveel, ja? want ja, het is gewoon een soort huiselijk gevoel. Ja, ja gezellig. Ja. Maar, um... ja, en we hebben dan nu gewoon, uh, hè, de muren zijn ral 9010, ook lekker fris. Uh, er is groen in school en um, goede lampen met van die dagverlichting ja, die je ja, tegenwoordig Ja. Dus je, mooi meubilair hebben Ja, je komt, het ziet er gewoon verzorgd uit. Ja, en ja, ja. ik denk dat als een plek er verzorgd uitziet, en dat is thuis ook... En opgeruimd. En opgeruimd, dat je er ook um, voor wil blijven zorgen. Ja. Um, en dat het gewoon een, een soort gevoel van thuiskomen geeft. En dat merk je ook gewoon aan de, aan de kinderen. En ook aan jezelf. Ja. ja. Je welbevinden neemt erdoor toe. Ja. Dat ja, klopt. Onbewust, denk ik wel. Ja. Nou, wat wel grappig is, wij, we zaten net in de auto hier naartoe van als we kijken naar het personeelsbestand. Um, we werken in Rotterdam. Uh, een deel woont in Rotterdam. Uh, er zijn komen mensen uit Etten-Leur, uh, uit Gouderak. Dongen. Uh, uh, ja, Zo. Uh, et, even, even kijken, uh, oude tong inderdaad. Amersfoort. En die komen de... allemaal naar ons toe gereden, elke dag. Ja, dat zegt ook wel wat, hè? Ja. ja. En, en dat... dat heeft te maken met dat welbevinden en, die, en ook misschien wel die professionaliseringsethos. Zeker. Er zijn misschien meer dingen hoor, maar hoe zou jij dat omschrijven dan? Nou, ik denk... Je kan overal tegenwoordig, bedoel, je maakt een koppel en ja. je hebt een baan. Ja, dat, dat, en zeker in het onderwijs uh, kunnen we overal terecht als we willen. Ja. Los van het feit dat we het heel fijn hebben met elkaar en heel professioneel uh, elkaar aanvullen, denk ik, en elkaar dus ook daarin uitdagen, um, creëren we met elkaar voorwaarden. Dus wij hebben iemand uh, die komt uh, uit de buurt van Amersfoort en die zei: Ja, elke dag om acht uur. Uh, dat is wel een ding, maar ik wil wel graag volledig komen werken. Uh, is het dan mogelijk dat ik uh, een aantal keer om negen uur er ben? Dat scheelt mij net even een uurtje. Maar dan, uh, hè, dan kunnen we dan iets regelen in het rooster dat zij starten met gym En dan ben ik er daarna. Nou, gaan we dat regelen? Want wij willen diegene ook heel graag ja. vijf dagen houden. Ja. Jij zegt dan niet van nee, hey, we beginnen allemaal uh, nee, acht dat... uur koffietijd. En anders is het, doen we het niet. Nee. Maar dat bespreken we ook met elkaar. Ja, ja dus dus dat gaan we ga met elkaar jou, over hebben. Wij kunnen deze juf behouden voor vijf dagen. Willen we dat? Dat willen we allemaal heel graag. Nou, dan uh, moeten we daarin een beetje schipperen met ja. elkaar. Nou, dat is prima. Ja. Ik vind het belangrijk dat we het werk, uh, hè, als we een werkweek van 40 uur hebben, dan vind ik dat prima. En het werk moet dan klaar zijn in die 40, 40 uur. Ben jij in 38 uur klaar? Nou, dan vind ik je nog interessanter. Want misschien moeten we het daar dan eens over hebben. Want hoe kunnen we dat met elkaar dan realiseren? Dat is interessant. Is in dus plat... werkdruk bij jullie? Speelt is werkdruk een issue? Nee. Nee. We hebben het wel eens druk op ons werk. Ja? Maar dat is iets anders dan werk. Het. Ja, het is niet zoiets van wij zitten, we lopen over, we hebben geen focus. Nee. nee. Nou, dat kan je nee. beter aan Belou vragen. Ja. Ja, dat, dat is het bij jou niet, niet het geval. Nou, ik zei dit uh, in de auto ook. Ik zeg als ik dit zeg, dan heb ik half onderwijsland misschien over me heen. Want we kunnen in het onderwijs natuurlijk heel goed zeggen dat het heel veel en zwaar is. Um, ik zelf ben wel een beetje van mening dat als je werk leuk is, dat het um, ook niet snel als veel voelt. Nee, dus ik denk dat nee. dat een heel belangrijk stukje is. Ja. Kijk, als ik dingen moet doen in het weekend die ik niet leuk vind om te doen, dan voelt dat natuurlijk heel zwaar. Ja. Um, maar bijvoorbeeld in de periode van groep 8, uh, we hebben dan in oktober, doen wij de CITO-toets afnemen. Dan ga ik daarna de OPP schrijven, de OKR's. Dat is een hele drukke periode, waarin ik uh, er zelf voor kies om dus vaak in het weekend wat te doen. Uh, omdat ik dan kan gaan zitten en in één keer door kan. En als om half drie de kinderen weglopen uit school. Dan loopt bij mij soms mijn concentratie daar ook ja, wel achter. Ja, dag, uh, ja maar dan kan ik dus ook wel zeggen van nou, uh, ik uh, ga eens even lekker op tijd weg en ja. ik geniet van mijn middag. Ja. En in het weekend zorg ik dat het werk gedaan wordt. Nou, ja. En het is dus fijn als dat dan dus van een directie uh, mag. Of uh, mag, of het uh, goed nou, gevonden wordt. Dat hè? je de ruimte en het vertrouwen krijgt dat het dus uiteindelijk ook allemaal gedaan wordt. En dan ...voel ik geen werk terug. En er nee. zijn inderdaad... Dus ...soms denk je oeh, we moeten even aan de bak. Ja. Maar ja... Het is niet als in het, het rood, goed. dat je denkt van dit is ...ik ben nu echt weer nee. in het rood aan het gaan. Nou ja, als het goed is, ga je daar dan volgens mij ook wel weer... ...een beetje van aan. Als ja. je... ...ik merk zelf dat als ik het wat druk heb... ...dat ik ook wel weer aan ja. ga... ...en mijn werk ja. eigenlijk stiekem ja. ook Natuurlijk wel weer... Wel. ...even wat leuker ja. vind... ...dan wanneer het maar als vanzelf... Ja. gaat en ja, dat in al Er zit altijd een soort ritme. Ja, in. ik heb het ook wel met studenten of nu uh, praktijkplannen van schooldirecteuren in de laatste fase van een opleiding. Van Oh ja, leuk. Het, is wel wat, het kost wel tijd, maar het geeft een goede je, energie. Het geeft voldoening ook. Ja. Ja. Maar het is wel bekend dat er heel veel op het onderwijs afkomt. Ja. Wat ben jij dan een soort hitte schild? Ja. Dat je zegt van, zeker. nee, dat zeker niet, dat zeker niet. Ja, dat? zeker. Oké. Okay, en ja, ja, Dus je bent ja. er wel heel kritisch op wat we wel ja. en niet doen. En met het team. Maar goed, je bent daar wel een aanspreekpunt voor. Ja. 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 ja dus dat is. Een van de taken, denk ik, van een directie om te filteren: wat is. Hè, wat moeten we nu gelijk doen? Want ja. alles is belangrijk. Ja. En alles moeten we nu doen. Nou, daar maak je gewoon keuzes in. Um, hè, hetzelfde als alle vragenlijsten die ik in mijn mailbox krijg uh, per week. Uh, veel. Daar maak ik ook keuzes in. Ja. Ja. Van en, wat zijn dat dan even uit nieuwsgierigheid? Wie nou, bijvoorbeeld dan van klassenwerkplekken. <laughs> <Ja. laughs> nee, ja, oh, daar maken goed. we dan ja, met elkaar een keuze we in. Uh, ja, je kiest. in van, joh, dit is wel heel interessant om dit eens aan te gaan, ja. dit project. Ja. Sommige dingen zijn interessant. Ja, en dat. Maar dan gaan we dat met elkaar bespreken. Ja, en soms moeten we ook gewoon dingen. Dus daar kunnen we heel lang over praten, ja. of we kunnen gewoon met elkaar accepteren. We moeten het gewoon doen. Dan ja. gaan we het gewoon doen. Ja. Klaar. Heel leuk. En, en, en um, nog even een ander haakje nog, waar ik toch wel nog een nieuwsgierig naar ben. Professionalisering. Jij zei net al even, ik ga wel echt goed op Edi bijvoorbeeld. Ja. Uh, dus dat vind ik wel interessant. Hoe, uh, jullie, hoe, hoe gaan jullie om met het, het verbeteren van je onderwijs? He, data, opbrengstgericht werk is belangrijk. Met elkaar bij elkaar ja. komen, analyseren, gericht interventie bedenken. Uh, gaan jullie ook gezamenlijk naar opleidingen? Of hoe, hoe, hoe ziet dat eruit? Nou, we hebben een hele tijd een opleiding gewoon uh, 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 Ingenen, gezamenlijk eigenlijk. in, uh, in huis gehaald. Ah, dus gewoon we, iets? Ja, ja, ja. gewoon uh, in samenwerking met een, uh, een onderwijsadviesbureau ja. uh, van Audrey Magielsen. Uh, en dat was een, uh, een hele fijne klik. Ja. Uh, we spreken daarin uh, dezelfde taal als het gaat over uh, kwaliteit van onderwijs, maar vooral ook hoe zien wij kinderen. En vooral uh, laten we alsjeblieft doen wat we moeten doen. En ja. laten we dat dan goed doen. En alle randzaken uh, 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 daaromheen. Uh, ja, moeten we moeten we dat echt doen? Of vinden we hebben we met elkaar bedacht dat we dat moeten doen? Ja. Maar eigenlijk heb je dus met elkaar uh, is er een ritme van professionaliseren. Dat doe je dus samen ja. met hulp van een externe partij. Ja. En dat helpt ook qua gemeenschappelijke taal. Kennis naar binnen halen. Klopt. Lezen. Uh, nou ja, les bespreken, videoopnames, werden al Collegiale consultaties. Ja, en, en, die, die consultaties. Ja, en, en consultatie. duidelijke kaders afspreken. En uh, we hebben kwaliteitskaarten. Daarin staat heel duidelijk wat er van de leerkracht verwacht wordt. We werken met reflectiekaders, die worden dan gebruikt bij de videoconsultaties. Daar staat echt. Stap voor stap in wat er van jou als leerkracht verwacht okay, wordt. Interessant. Uh, Reflectiekaders. Ja, en, en nou ja, de, daar dan, als je een videoconsultatie hebt, dan ga je dus je eigen les bekijken en dan noteer je per stap in welke minuut dat terug te zien is. En daar ga je dan inhoudelijk op in tijdens zo'n videoconsultatie. En datzelfde komt weer terug in die kwaliteitskaarten. En dat maakt dus ook dat als je dadelijk een nieuwe leerkracht in je team hebt... dat je eigenlijk dat pakketje zo kan geven. Ja, zo doen we dat. Ja, en, en dat is nog uit nieuwsgierigheid, hè. Dus je gaat dat, die, die video ga je dan kijken en dan ben, jij gaat dan zelf individueel, zit je gewoon thuis op je, op je werk. Klopt. Kijk jij terug naar jezelf. Ja. En die reflectiekaarten zijn bedoeld om eigenlijk begeleid eigenlijk terug te blikken. En... Ja, en daar staan dus heel duidelijk de stappen in die wij moeten... En wij werken dan niet met Edi, maar wel uh, met een instructiemodel, ja. hè. En um, ja, de stappen, dus ze staan. Ja, een kind kan de wassen, zou je bijna ja, zeggen. Leuk. Dat is niet waar. Want het is nee, natuurlijk ontzettend lastig, vaak nog om dat echt goed ja. uit te voeren. Ja. Bespreek je um, daarna ook weer met elkaar? Ja, ja. ja. en we hebben dan um, uh, we gaan dan als team ook wel stukjes van elkaar bekijken. Of dat je in tweetallen je les bekijkt. En daar leer je ontzettend veel van. En um, soms dan zie je iets bij een collega dat je zelf echt denkt, nou, dat had ik gewoon zelf. Ja. Of, en je, je gaat. We zijn allemaal mensen en je gaat het dan op een gegeven moment allemaal toch weer een beetje op je eigen manier doen. Zoals we gemerkt ja. hebben. En dat is ook logisch. Ja. En ik merk dat zelf ook wel eens hoor. Er zit echt wel eens een stap in dat ik zelf denk. Hmm. En je merkt dat je die dan op een gegeven moment dus net iets minder in je les terug laat komen. <laughs> ja. ja, maar dat is ook inderdaad... Dat is menselijk. Ja, want want je bent moet... ook, 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 je leerkracht is ook heel sterk gekoppeld aan je identiteit. Klopt. Dus daar zit natuurlijk ook Ja, altijd, En dan wat... soms pak je dus weer even dat reflexkader en dan denk ja. je, oh ja, ik moet hier wel weer even de focus op leggen. Ja. Zelf. En um, we hebben ook in Ginzi hebben wij dan formats ontwikkeld, waarin we die lessen dus kunnen voorbereiden. En daarin komen die stappen dus ook allemaal terug. En dat is ten eerste voor de leerkracht heel prettig om een les in voor te bereiden. Maar het is voor de leerlingen ook heel prettig, want het is dus in elk leerjaar herkenbaar. Ja. Dus, ja. Dus het zit stabiliteit in. Het, ja, fundament. Ja. Fundament. het is gewoon het fundament. Ja, en dit en dit dat... is het DNA van onze school. Ja, en, en dat dat je, Is dat werkt. nou iets wat jij, sorry, ik vroeg maakt even. niet uit, dat ja. werkt. Ja. ja, dat werkt. Ja. Ja, ja, Nee, maar dat merk ik ook. Ik vind het interessant. En uh, is dat nou iets wat jullie zelf hebben? Jullie dat nou samen bedacht? Of, Met elkaar zo gecreëerd? Ja, je bent zo langzamerhand ben je gaan ja. bouwen die vier, vijf jaar ja. geleden die data opbrengsten, dit soort interventies. Ja. En dat klinkt ook wat, wat. ik er ook in terug hoor, is het structureren en ordenen van je documentatie. Hè. Dat vind ik dan ook vind ja. ik dan wel zelf een beetje neerdrug interessant, want dat ja. is toch heel belangrijk. Ja. Hè, dat het overal hetzelfde is, dat je het kan vinden, dat iedereen het doet klopt ja, ja. Nou ja en dat we wel altijd hè, is het, zien we nog het nut ervan in hè, dat ja. moet altijd wel de bedoeling de why de ja, why de why ja, want de kwaliteitskaarten blijven ook wel in ontwikkeling ja. dan kom je toch weer dingen tegen dat je, Oh, dat moet er dat is nooit, anders ja ja en nooit dat af. is het is geen vaststaand het is een levend, document maar nee, het is ja, ja leven document nou en wat jij zei net hè, dat hele hè, de taal en rekenen super belangrijk um, wij hebben ook ervaren dus in de fase voordat wij hier werkten dat um, dat als je dat niet belangrijk vindt, wat er dan gebeurt ja, ja, ja. met de ontwikkeling van kinderen. Uh, dus uh, laten we alsjeblieft met elkaar goed kijken van uh, basisonderwijs. Wat is nou de basis die wij kinderen mee willen uh, geven? En wat willen ze leren? Hè? Uh, wat, willen ze, wat willen wij ze onderwijzen? En leg die lat realistisch hoog. En dan uh, kunnen kinderen zich optimaal uh, ontwikkelen en groeien ze echt als een gek. Ja, prachtig. Mooie laatste woorden wat mij betreft, Wouter en de Milou. Ontzettend leuk om hier met jullie over van gedachten te wisselen. Uh, pakkend en passend onderwijs. Uh, zeker even een uh, kijkje nemen op de website van jullie mooie school uh, of op klassenwerkplek. Want daar vind je ook wat meer informatie volgens mij over uh, wat jullie allemaal doen. Bedankt voor jullie tijd. Um, als je nu ja, luistert bedankt. en je denkt, uh, ja, uh, ik wil hier wel wat uh, meer over weten of ik heb een vraag, dan kan je naar chipcast.nl gaan. Dan kan je zelfs ook een vraag inspreken via de voicemail. Ik ben voor alle markten thuis en je kan ook een review uh, schrijven op Spotify, Apple Podcasts of YouTube. Dat helpt voor de zichtbaarheid van het kanaal. Ik zou zeggen tot de volgende keer.